Hallo iedereen, welkom op deze laatste dag van de maand juli. Wat gaat de tijd toch snel? Voordat we het weten zijn we in 2022. En het jaar waarin we eigenlijk allemaal met een schone lei zullen kunnen beginnen. Tenminste, als je het nodige werk gedaan hebt. Want nog veel te vaak zijn de mensen die gewoon tevreden zijn met goed genoeg. Die zeggen van, ik mag al blij zijn dat ik deze job heb. Of ik mag al blij zijn dat ik een relatie heb. Of ik mag al blij zijn dat ik dit kan hebben. Of het nu gaat om iets materieels of iets anders, het maakt niet uit. En als er iets is waar ik doorheen mijn hele leven al heel veel weerstand tegen gevoeld heb en eigenlijk geweigerd heb om het bij neer te leggen, is dat goed genoeg, dat je daarmee tevreden moet zijn en niks meer mag, zou mogen verlangen, wensen. Want tenslotte, als het gaat om manifesteren, dan is het ervaren van iets dat er nog niet is, dat diepe verlangen, dat zorgt er net voor dat we blijven groeien. Dat zorgt er net voor dat we gepusht worden, geduwd worden, als getrokken wordt om nog beter te worden. Om nog een betere versie van onszelf te kunnen neerzetten. En dan zien we dat ik al heel snel door had. Van waarom zou ik moeten kiezen tussen A en B als ik A en B zou kunnen hebben? Waarom moet ik kiezen tussen een vakantie naar de zon als ik ook naar de sneeuw kan gaan? Waarom zou je maar één keer op vakantie gaan als je meerdere keren op vakantie kan gaan? Waarom moet je maar, of zou je maar één huis hebben als je de verschillende kan hebben? En zo is dat met heel veel dingen. Je kan een succesvolle relatie hebben die ook emotioneel vervullend is en die ook heel passievol is. Je kan een succesvolle ondernemer zijn, heel veel geld verdienen en toch nog heel veel vrije tijd hebben. Alles wat je maar kan bedenken, van zodra dat het in je opkomt en dat het iets is waar je eigenlijk naar verlangt, waar je overdag droomt, en waar je eigenlijk wou of wat je zou gaan doen als je de loterij zou winnen, als het ware, dat is er voor een reden. Dat is omdat jouw ziel weet en beseft dat dat mogelijk is, dat je in staat bent, dat je een krachtige creator bent die dat kan vormgeven. Maar natuurlijk krijgen we het niet zomaar op onze schotel geworpen, want dan zouden we niet meer het nodige werk doen dat we moeten doen om ons af te lenen, dus om onze energie af te stemmen op het kunnen ontvangen van die grote wens. Dat is net hetzelfde met het winnen van de loterij. Waarom winnen heel veel mensen die loterij niet? Niet omdat er maar één kans op zoveel miljoenen is, of wat dan ook het percentage is, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat zolang dat je nog twijfel hebt, zolang dat je nog bepaalde overtuigingen hebt, dat iets zo of zo moet verlopen, dan gaat het ook niet in je leven komen, omdat jij net die overtuigingen aan het manifesteren bent. Omdat jij net die overtuigingen en die krachtige emoties, die trauma's, die angsten, die ben je aan het vormgeven en niet jouw dromen en je verlangens. Net hetzelfde was, gisteren was ik met familie en mijn kinderen naar een subtropisch zwembad geweest. En nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, was er natuurlijk redelijk wat volk. Op zich is daar geen probleem aan. Maar natuurlijk moest je dan voor op de glijbanen te gaan en zo, moest je gewoon iets langer aanschuiven dan toen dat er nog minder volk toegelaten werd. En op een bepaald moment, keer voor keer, waren er tieners, kinderen, zelfs wat ouderen, die gewoon probeerden eigenlijk een shortcut te nemen. En dan deden ze alsof dat ze iets wilden vragen of dat ze bij iemand anders hoorden. Maar ook daar is dat vaak het stuk van, ja, waarom kan je niet gewoon, net zoals elk andere, gewoon rustig aanschuiven en vertrouwen dat je aan de beurt komt? Van waar heb je dan het idee dat je iets tekort gaat schieten? Of dat je niet alles gaat kunnen doen? Of dat je tijd tekort komt? Als je vertrouwt en weet dat die wens op je pad komt en dat dat voorbestemd is voor jou en dat dat jouw toekomst is, waarom zou je dan extra druk en stress creëren vanuit de overtuiging
dat je het mislopen, dat je het kan mislopen, of dat er iemand anders met jouw wens of jouw verlangen aan de haal kan gaan. En dat is hetgeen wat ik ook vaak zie gebeuren bij klanten, en zeker als het gaat over relaties. We zijn bang om alleen te zijn. We zijn bang om alleen achter te blijven. We zijn bang om geen niet om angst te voelen, maar we hebben die angst om geen liefde meer te voelen. En vooral om altijd maar liefde te geven en nooit meer teruggespiegeld te krijgen via iemand anders. Maar als je al die liefde weggeeft en al die liefde deelt met anderen, en je vertrouwt dat de wet van resonantie of de wet van zo binnen, zo buiten ook echt bestaat, en die bestaat ook eens, dat is echt ook zo, dan weet je dat alles in je uiterlijke wereld, in je realiteit, een weerspiegeling is van wat er innerlijk aan de hand is. En maar dan ook echt alles. Dus ook de persoon die inderdaad probeert voor te kruipen, en die misschien het stuk in jou triggert van ik word hier ten onrechte iets aangedaan, zeg maar. Of het stuk waarin dat je vindt dat dingen nu en nu en nu en nu en nu moeten zijn en dat je het eigenlijk allemaal al had moeten bereiken. Wat maakt dat je op die manier in het leven staat? Wat maakt dat je blijft wachten totdat iemand naast jou en samen met jou die stappen neemt om jouw wensen en jouw dromen vorm te geven? Je kan en bent perfect in staat om nu al volledig met jezelf, volledig vanuit je eigen individualiteit, vanuit je eigen authenticiteit, van wie dat je bent, je dromen vorm te geven. Wil je op wereldreis gaan? Wil je op vakantie gaan? Dat kan. Ga er gewoon. Kies en beslis. Maak die keuze en neem dan de stappen die je doorkrijgt, die mogen genomen worden. Wil je een groter huis? Doe dan wat dat nodig is om dat aan te trekken. Maar vooral, doe wat nodig is om jezelf uit te lenen en zelf die persoon te worden om dat in jouw leven toe te laten. Bijvoorbeeld als jij verlangt naar een nieuwe relatie. Maar eigenlijk is er in jouw leven geen ruimte en geen tijd om een nieuwe relatie toe te laten. Hoe verwacht je dan van het universum dat die iemand zal brengen om in jouw leven te komen? Dus maak ruimte in jouw kassen, maak ruimte in jouw bed, maak ruimte in jouw leven. Zodanig dat het universum iemand kan brengen die afgestemd is en afgeleend is en volledig resoneert met wie dat jij nu bent. Maar tegelijkertijd focus er ook niet op. En dat is ook iets wat ik heel vaak al gemerkt heb. De snelste en de beste manifestaties zijn degene waar dat je in eerste instantie de intentie zet, dan stappen onderneemt en tegelijkertijd het ook volledig loslaat en eigenlijk misschien zelfs vergeet. In die zin, wanneer je zodanig vertrouwd bent, of eigenlijk niet vertrouwd, maar zeker bent, dat het gewoon ooit wel op je leven gaat komen, of dat je het ooit wel gaat kunnen bereiken en kunnen ervaren, dan gaat het veel sneller op je pad komen dan je eigenlijk verwacht had. En nog in een veel betere vorm dan dat jij nu op dit moment kan gaan voorstellen. En dat is hoe dat manifestaties werken. Dat is hoe het leven werkt. Dat is hoe dat we leren. Alle obstakels die er zijn, alle frustraties die we voelen, alle irritaties die we hebben, alle pijnen die we voelen, dat zijn obstakels, dat zijn leermomenten. Om te tonen waar dat we nog niet volledig zuiver echt in onze authentieke zijn zijn. In die energie, op de trilling, de trilling die je had van het moment dat je eigenlijk afgescheiden werd als energie van de bron. Dus dat is het enige en vooral het belangrijkste werk dat je te doen hebt. Jezelf meer en meer en meer afstemmen. Elke dag maar meer zuiverder. En uitlenen en afstemmen. En eigenlijk, zoals Abraham Hicks zegt, eigenlijk in jouw vortex brengen. In jouw eigen vortex brengen. En dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan het terug resetten van jezelf, van je energie, naar wie dat je was. Welke trilling je had op het moment dat je eigenlijk afgescheiden werd van de bron. Want dat betekent dat je dan ook afgeleend bent en afgestemd bent met al je wensen en al je verlangens. Want nu heb je één verlangen. Bijvoorbeeld een relatie, of een nieuwe job, of een nieuwe auto, of een nieuw huis. Maar eensmaal dat je dat hebt, dan komt er weer een nieuw verlangen en weer een nieuwe wens. Wel, die wensen, die verlangens, die drive, dat zorgt er net voor dat we altijd blijvende dingen doen dat we zouden willen doen. In die zin, waarom zou je het nodige innerlijke werk doen als daar geen beloning aan vasthangt?
En dat is net hetzelfde in wanneer je een tweelingvlam bent. Of wanneer je op het pad van een tweelingvlam loopt. Waarom is die diepe onvoorwaardelijke liefde er? Wel als beloning omdat je het diepe, lastige, uitdagende werk zou doen. Want als je niet weet wat er aan de andere kant van dat werk ligt. Als je niet zou weten dat daar die diepe, onvoorwaardelijke liefde is. Waarom zou je dan in godsnaam al dat lastige werk doen en niet gewoon maar blijven waar je bent? Ja, toch? Zo zijn wij. Zo zijn mensen. Mensen gaan altijd kiezen voor het makkelijkste. En tegelijkertijd, als het dan gaat om het bereiken van dromen, dan denken ze dat iets onbereikbaar is of onmogelijk is. En dan kiezen ze weer opnieuw voor het goed genoeg. Dus stel jezelf de vraag eens voor vandaag, voor dit weekend. Waar hou ik mezelf nog klein? Waar wacht ik nog op iemand anders? Waar verwacht ik nog dat ik nog die of die cursus moet gaan volgen die me dan het magische antwoord en de magische pil zal bezorgen? Waar vind ik dat de ander nog schuld heeft aan iets die in mijn leven niet goed gaat of nog niet goed verloopt? Waar zie ik mezelf nog als een slachtoffer? Waar voel ik me vooral zelf nog als een slachtoffer? Want dat zijn de zaken waar dat jouw schaduwen nog liggen. Dat zijn de punten waar dat jij jezelf nog klein houdt en ervoor zorgt dat je nog niet die ware, authentieke zelf van wie dat je bent, kan gaan tonen in de wereld. Dat is waar dat jij nog oordeel hebt over anderen. Waar dat je oordeel hebt over anderen is eigenlijk een stuk waar je jezelf nog niet in jezelf herkent. Dus waar oordeel je jezelf nog? Als je boos bent over dingen die anderen doen, waar ben je nog boos op jezelf? Echt alles, maar ook alles, elke relatie, elke situatie, elk probleem, elk obstakel, gebruik het als een spiegel om beter te worden. Om beter je ware, zuivere zelf te worden. Daar gaat het over. En dan ga je zien dat je heel snel en veel eenvoudiger, veel moeitelozer jouw wensen en verlangens kan aantrekken. Omdat je weet, omdat je eigenlijk de omgeving gebruikt als de richtingaanwijzers, als leidraad, als jouw GPS om dichter te komen, dag voor dag, stap voor stap, bij jouw wensen, bij jouw vrijheid, bij je innerlijke rust, bij jouw ultieme relatie, of wat dan ook dat is dat je wens vorm te geven. Want je verlangens en je wensen en je dromen, die zijn er niet zomaar. En die zijn er ook niet om pas op het einde van jouw leven te gaan bereiken. Nee, ze zijn er. Als jij een overtuiging hebt dat je ooit de loterij gaat winnen, dan is dat omdat het inderdaad in jouw vortex, in jouw energievaat aanwezig is. Omdat je het kan voelen. Maar de reden waarom je het nog niet ziet in je realiteit, is omdat je energie er nog niet mee afgestemd is. Dus, nodig werk te doen. Dus, weet en begrijp dat je alles kan alleen doen. Je kan altijd alles alleen doen. En je kan alles uitzoeken, maar je kan er ook voor kiezen om in jezelf te gaan investeren. En om de kennis en wijsheid van iemand anders te gaan gebruiken, iemand anders die al reeds ervaringen heeft meegemaakt, om dan veel sneller door je grootste blokkades, je grootste probleem, je grootste obstakel heen te gaan. En dat is hetgeen wat klanten die met meewerken ervaren. Ze kunnen perfect inderdaad alles alleen aan. Dat is ook mijn overtuiging, dat iedereen in staat is en iedereen heeft de dingen in zich om ook de wensen te bereiken en te doen wat ze willen gaan doen. Maar het verschil is om bijvoorbeeld met iemand samen te werken, met een coach samen te werken of in een team, een mastermind groep of wat dan ook te gaan stappen, is net doordat je heel veel spiegels creëert in je systeem. Wat mijn grootste taak in het coachen en het samenwerken met mensen is om hen die spiegel terug te geven. Te tonen waar dat de schaduwen zijn natuurlijk, maar ook te tonen waar dat hun talenten en hun krachten zijn. Om hen te bevestigen in van, kijk, dat zijn reeds de successen die we gemaakt hebben. Want vaak, en zeker als je iemand bent zoals mij, dan ga je altijd zien waar je nog niet bent. En dat is dan ook weer de valkuil van de mind, waar ik een volgende video nog eens ga over maken. Maar dat is onze grootste uitdaging, die mind, en daar bewust van worden. En niet altijd maar langer gaan geloven in al de dingen dat we denken. Al de dingen die in ons hoofd oploppen en weer weggaan. Nee. Nee. Dus
neem de tijd om even gewoon met jezelf te gaan zitten en te gaan voelen en te gaan nadenken van oké, hoe is mijn leven nu? We zijn weer al 7 maanden voorbij in dit jaar. We gaan naar de Leeuwpoort op 8 augustus, dus de energie is heel krachtig. Dus gebruik de energie in jouw voordeel. En ga gaan voelen van, wat is het eigenlijk dat ik wil vormgeven? Waar en wat in mijn leven is nog niet zoals ik het eigenlijk zou willen? En hoe komt het? Wat kan ik gaan veranderen? En neem dan de eerstvolgende kleine stap, want dat gaat jou een stukje dichter brengen bij jou het realiseren en het vormgeven en het vooral ervaren van dat verlangen en die wens. Zo, ik hoop dat je een aantal inzichten hebt mogen krijgen. Ben je klaar om echt in jezelf te investeren en echt het nodige werk te doen? Dan ben ik heel blij om met jou samen te werken en jou mijn kennis en wijsheid mee te geven. Maar ook hier, ik werk ook niet gratis. En de reden, de grootste reden daarvoor is, en ik ga dat ook hier nogmaals uitleggen, is wanneer je het lastig vindt om in jezelf te gaan investeren, dan is het voor mij ook moeilijker om jou te gaan coachen. Want uiteindelijk ben ik slechts maar een enkel stukje in jouw proces. En is het jijzelf die het grootste en het meeste werk doet. En wanneer jij niet bereid bent om financieel gezien in jezelf te gaan investeren, of maar een heel klein stukje, en bijvoorbeeld maar te raden gaat bij mensen die bijvoorbeeld met 50 euro en zo vragen, maar dat is ook dat hetgene dat je uiteindelijk teweeg gaat brengen in jezelf. Dus wees je ook daar heel bewust van de ideeën die je hebt over geld, die ideeën en de krachten dat je weggeeft ook aan geld. Geld is een energie, maar het zegt ook iets wat je, over hoe dat je jezelf ziet en hoe dat je zelf in het leven staat. En iets wat iemand over laatst ook tegen mij zei, van ja, grotere auto's brengen grotere kosten mee dan kleine auto's. Ja, wie zegt dat? Ook dat is een overtuiging. En als je die overtuiging hebt, dan zal dat waarschijnlijk ook wel zo in jouw realiteit getoond worden. Maar ook hier, gebruik de kracht van je mind. Niet om je te saboteren en je te blokkeren, maar om voor jou te gaan werken. Om het jou gemakkelijker te maken. En dat zijn allemaal dingen die ik leer in het werken 1-op-1 met de mensen die inderdaad bereid zijn om in zichzelf te investeren. En die inderdaad bereid zijn om evenveel tijd en energie erin te investeren. Zichzelf te investeren als dat ik dan in hen investeer. En dat maakt wat voor mij dan het leuke is om 3 maanden met jou samen te werken. Als je daar interesse in hebt, stuur mij een berichtje, stuur mij een mail. Ik kan dat gerust via de website doen, via de contactpagina. En dan kijken we eens of we inderdaad een match zijn, of dat je inderdaad klaar bent voor het grote, diepe, transformationele werk. Maar ook daar ga je zien dat na 3 maanden tijd je ongelooflijk veel mooie resultaten zal bereikt hebben. Zo, dat was voor vandaag. Anders kan ik eindeloos blijven doordrammen over iets waar ik heel gepassioneerd over ben. Maar ik zal jou zaterdag niet langer in beslag nemen. Dus zie ik jou misschien morgen in een nieuwe video. Wie weet. Tot dan!